van 200 euro per uur. Dat wel. Contant te betalen ook nog. Kortom, alle reden om onze verborgen camera in te zetten. En afgelopen week zelf eens op consult te gaan met deze wonderdokter. Goedemiddag. Goedemiddag. Misschien kan jij me helpen. Ik heb last van een chronische allergie voor kwakzalvers die patiënten financieel proberen uit te kleden en doen alsof ze een wonderdokter zijn, maar gewoon oplichters zijn. Heb je daar een remedie voor? Nou, daar heb ik geen commentaar op. Ja, dat was het slotstuk van onze verborgen cameraactie. U ziet straks hoe dat precies afliep. De zaak begon echter 3 maanden geleden met een noodkreet uit Brabant. Het is maandag 29 januari 2007... als er een opmerkelijk mailtje binnenkomt op de redactie. Het berichtje is afkomstig van de 30-jarige Klazien Schultz uit Tilburg, die zich zorgen maakt over haar vader, Cor van Hek. Klazien schrijft dat haar 58-jarige vader onder behandeling is van een soort paragnost die hem met een energiebehandeling zou kunnen genezen van zijn lichamelijke klachten, zoals een hernia en prostaatproblemen. Klazien ruikt onraad. Jij vertrouwde de situatie met Martijn eigenlijk vanaf het begin al niet. Waardoor kwam dat? Door eigenlijk het energieverhaal. Negatieve energie eruit, positieve energie erin. Negatieve emoties die ze vanaf jongs af aan zouden hebben ontwikkeld. Er werd een blaadje uitgeknipt en weggegooid. Dat was eigenlijk allemaal heel oppervlakkig en heel, heel vreemd. Daar werd je argwanend van. Ja, zeer zeker. Klazien's argwaan wordt versterkt als zij deze brief onder ogen krijgt die haar vader voorafgaand aan zijn energiebehandeling heeft gekregen. Daarin staat onder andere: graag direct na de behandeling contant afrekenen. Dit in verband met het terug in balans brengen van de energieoverdracht die dan heeft plaatsgevonden. Dat is natuurlijk een verdachte behandelvoorwaarde, waar bovendien een fors prijskaartje van 200 euro per uur aan hangt. De vader van Klazien heeft op dat moment al 8,5 uur aan energiebehandelingen achter de rug, die hem volgens deze 3 rekeningen al 1700 euro hebben gekost. Waar was je bang voor dat er zou gebeuren? Dat ze valse hoop zouden krijgen. En dat hij door zou gaan totdat ze eigenlijk klaar waren financieel. Is er een oplichter actief die genezing in het vooruitzicht stelt alleen maar om zijn eigen zakken te vullen? In haar mailtje noemt Klazien ook de naam van de behandelaar, Martijn P. Wie is deze dure energiedokter? Op het internet vindt Peter een website met de naam Real You, waar ook de naam Martijn P. opduikt. Kennelijk is hij de uitbater van een praktijk voor zogenoemde levensenergiebehandelingen. Als Peter digitaal verder speurt, stuit hij op een aantal andere websites met namen als Jersey, To Be Sure, New Life Energy, Best Life, Life Change Solutions en Unlimited Ability. De sites zijn in handen van verschillende personen die verspreid over heel Nederland wonen. Bij het aanklikken van de eerste pagina's lijken de websites een totaal verschillende inhoud te bevatten, maar na het doorklikken duikt er exact dezelfde informatie op die ook op de Real You-site van Martijn te lezen is. Uit verder onderzoek blijkt dat de behandeling van Martijn bestaat uit een vorm van handoplegging, waarmee hij zegt allerlei geestelijke en lichamelijke klachten te genezen. Nadat de negatieve emoties zijn verwijderd, wordt er door Martijn positieve energie ingestraald, dat het eigen lichaam in staat stelt om slecht functionerende organen, gewrichten en spieren te herstellen. Martijn schermt tegen zijn patiënten met 100% herstel. Het klinkt als toveren. Op de website van Martijn staat een aantal spectaculaire genezingsverhalen. Zo lezen we dat de 9 maanden oude baby Puk
tijdenlang kampte met hardnekkig eczeem over zijn hele lichaam, maar dat er dankzij een behandeling van 18 weken geen spoortje meer van is terug te vinden. Weer iemand anders is dankzij de energiebehandeling verlost van een migraine en van jeukklachten. En een volgende patiënt is afgeholpen van een depressie en een hernia. Maar de wonderbaarlijke genezingsverhalen zijn niet ondertekend en daardoor voor buitenstaanders ook niet te controleren. Eczeem, migraine en jeuk klinkt allemaal nog tamelijk onschuldig. Maar na de reclame ziet u dat Martijn P. voor het oog van onze verborgen camera er niet voor terugdeinst om aanmerkelijk verder te gaan. Veel verder. Hoe kom je in aanmerking voor de wonderbaarlijke genezingen door Martijn P.? Daarvoor blijkt een vast omlijnde procedure te bestaan. Na aanmelding via het internet volgt een uitnodiging per e-mail voor het bijwonen van een voorlichtingsavond over de behandeling, waarbij de behandelaar en de patiënt elkaar voor het eerst ontmoeten. Als de patiënt besluit om met de behandeling te beginnen, moet er eerst een officieel intakeformulier worden ingevuld, met op het oog een aantal relevante, vertrouwenwekkende vragen. Zo wordt er gevraagd of de patiënt medicijnen gebruikt en is er ruimte om de psychische en lichamelijke klachten te beschrijven waar de persoon graag van af wil. Ook is het noodzakelijk dat de nieuwe patiënt zijn persoonlijke gegevens, zoals de volledige naam, de geboortedatum en de geboorteplaats, aan de behandelaar overhandigt. Vervolgens duikt er een tweede naam op binnen de genezingspraktijk van Martijn. Het gaat om ene Lis uit Denemarken, die zo nu en dan ook tijdens een van de voorlichtingsavonden opduikt. Ze is volgens Martijn P. een belangrijke schakel in het geheel. De ziektegegevens van een nieuwe patiënt worden per e-mail naar deze Lis gestuurd, waarop zij via kosmische energieoverdracht inplucht op de patiënt en vaststelt welke behandeling noodzakelijk is om van de klachten af te komen. Vervolgens stuurt Lis dit persoonlijke behandelplan per e-mail terug naar de behandelaar, Martijn dus, en kan deze met de therapie beginnen. Er is geen kosmische energieoverdracht voor nodig om te begrijpen dat je hier als patiënt beter op je hoede kan wezen. Het lijkt erop dat de intakeprocedure er vooral op is gericht om de wanhoop, lees de betalingsbereidheid, van de patiënten en hun familie te peilen. Met het serieus in kaart brengen van de klachten heeft het in ieder geval weinig te maken. Maar goed, laten we eerst eens kijken naar Klaasien's familiesituatie en de gezondheidsklachten van haar vader. Het is een druk bezochte carnavalsavond in danszaal van de Ploegen, als de 20-jarige metselaar Cor van Hek er de 25-jarige Ria Pluk ontmoet. Het jonge stel wordt verliefd op elkaar en stapt in het Brabantse Zeeland in het huwelijksbootje. Ria en Cor vieren hun 12,5-jarige bruiloft in feestzaal De Vrije Teugel. Het is een gezellige avond waarbij wordt gedronken en gedanst, en uiteraard is ook het volledige kroost van het jubilerende echtpaar erbij, één dochter en twee zoons. Klaasien, Arno en de oudste van het stel, Johan. Ria en Cor kunnen hun geluk niet op. Maar achter het gezellige familietafereel gaan ook problemen schuil. Cor is op 17 maart 1983 met een hernia in de WHO terechtgekomen. En sindsdien is het tobben geblazen met zijn gezondheid. Cor wordt vanwege deze hernia voor 80% tot 100% arbeidsongeschikt verklaard. En sinds 1999 werkt hij halve dagen als conciërge op een basisschool in het Noord-Brabantse Erp.
Ook worden er op 5 oktober 2005 prostaatklachten door de uroloog geconstateerd, waar Cor het middel tamoxifen verslikt. Ik had last van mijn been, een uitstraling van hernia. Ja, voor last van aanbijen. Je kunt het eigenlijk zo graag niet praktiseren of ik heb er wel last van. Als Cor begin januari tijdens het werk met een collega zijn lichamelijke klachten bespreekt, adviseert hij hem om een levensenergiebehandeling van Real You te proberen. De behandelmethode van Martijn P. Voordat Martijn met Cor aan de slag kan, moet de inmiddels 58-jarige patiënt uiteraard eerst de voorgeschreven stappen doorlopen, waarbij wordt beoordeeld of hij wel aan de behandelcriteria voldoet. Nadat Cor een voorlichtingsbijeenkomst heeft bezocht, vult hij dit intakeformulier in en worden zijn persoonlijke ziektegegevens via Martijn naar Liz in Denemarken gestuurd. Liz stelt deze persoonlijke behandellijst met een aantal positieve energielijnen voor Cor op, waarna Martijn op dinsdag 23 januari met de therapie van zijn nieuwe patiënt begint. Ook de twee daaropvolgende dagen volgt Cor een behandeling van handoplegging en instraling bij Martijn. Totale kosten na 3 dagen behandeling? €1.700 contant. De goedgelovige Cor is een ideale prooi voor Martijn. Hij vertelde me ook van luister, als hij die hand oplegt, dan voel ik iets. Ik denk, ja, logisch als er 5 uur zo'n zweethand op je hoofd ligt. Tuurlijk voel je op een gegeven moment iets. En er waren natuurlijk ook wel dingen van, je moet 2 liter water op een dag drinken. Weet je, van die huistuin- en keukentips die hij meekreeg. Maar ja, daar ging hij niet van zijn hernia. €1.700 voor een zweterige hand op je voorhoofd, dat lijkt wat veel betaald. Mijn vader Cor gelooft in Martijn P. En voor zijn dochter is het de vraag hoe zij de ogen van haar vader en die van andere patiënten voor dit soort malafide praktijken kan openen. In samenspraak met Klaasien zetten we daarom een verborgen cameraactie in gang. Het is de enige manier om de vinger op de zere plek te leggen. Op 8 februari 2007 is het zover. We installeren de apparatuur op een afgelegen plek, waarna Klaasien naar het behandeladres toe rijdt om haar vader er voor de deur te ontmoeten. Zal het Klaasien lukken om de behandeling van haar vader ongezien met de verborgen camera vast te leggen? Hey. Hallo. Had je wel beter weer kunnen vertellen? Ja, hè? Het is voor de door, die. Dat is mijn dochter. Vreselijk. Nou, hè? Hoi. Hey, Martijn. Klaasien. Tijdens de koffie leren we direct Martijn en zijn bijzondere manier van spreken kennen. Een negatieve emotie zorgt ervoor dat je met een bepaalde blik in het leven staat. En ook, het werkt eigenlijk als een filtertje. Jouw interpretatie van de hele wereld, zoals jij hem ziet, is... Ja, hoe leg ik het nou goed uit? Martijn komt op geheel eigen wijze met een bizar voorbeeld op de proppen. Nou, stel voor, je bent behandeld, al jouw negatieven zijn eruit. Je rijdt hier de straat uit en er komt een vrachtwagen aan en die rijdt je hele auto tot los. Heel de voorkant eraf. Nou, dat is een gebeurtenis waar je een negatieve emotie aan zou kunnen koppelen. Cor kan dat niet meer, want de gebeurtenis is wel gebeurd, maar hij kan er geen echt negatief gevoel meer aan koppelen. Al snel komt ook het instralen van de positieve energie ter sprake die Cor zal genezen van al zijn lichamelijke klachten. Dus dan zetten we, ik heb positief hormoonsysteem erin. Nou, deze lijn die zorgt ervoor dat je hormoonsysteem terug naar 100% gaat. Op fysiek niveau. Dus als je hormoonsysteem zeg maar 80% functioneert nu. Nou, dan gaat hij uit zichzelf, doordat we deze lijn integreren, gaat hij terug naar 100%. We geven daar zoveel energie aan dat hij zichzelf gaat herstellen. Nou, dat gaan we dus doen met ook een heleboel organen. Want dit is de lijst die we vandaag gaan doen. We gaan vandaag een heleboel organen integreren. Ik heb positieve nieren, positief water, dus dat is je hele waterhuishouding. Positieve bijnieren.
Positieve longen, positieve darmen. Positieve tolerantie is dan weer een gevoel, die heb je nog niet, dus die moet er dan als gevoel weer bij. Positieve maag, galblaas, lever. En die gaan allemaal in één sessie? Dat gaan we, vandaag in één keer doen. En met betrekking tot zijn hernia, zal ik maar zeggen, wanneer gaat hij erin? De hernia, dat hebben we... Want vandaag gaat hij dan bezig gaan zeggen met het prostaatverhaal. Nee. We gaan vandaag doen alles voor de maag, hoofd, darmen, rug. Alles werkt, begint direct. Dus op het moment dat je weggaat, begint meteen je nieren. We gaan naar 100%. Volgende wat naar 100% gaat, is je hele waterhuishouding. Daarna gaan je bijnieren naar 100%. Je merkt al meteen, dus je merkt van de week bijvoorbeeld, dat je al beter gaat slapen. Of je merkt dat je fitter opstaat. Je merkt dat je vaker naar de wc moet. Of dat je in één keer meer lucht hebt, meer zuurstof. Martijn belooft direct resultaat. Maar de hernia en prostaatklachten waar Cor voor kwam, komen vandaag niet echt aan bod. Wonder dokter Martijn probeert en passant te imponeren met een anekdote dat hij ook zelf door de mysterieuze Lis uit Denemarken is genezen. In totaal heb ik 3 weken op de bank gelegen tot het Lis in Nederland kwam en ze zei, jongen, het is helemaal niet jouw rug, jongen. Het zijn jouw nieren, die zijn helemaal in protest geslagen omdat jij nog steeds rookt. Ze zegt, als jij vanaf nu geen sigaret meer aanraakt en je komt vanavond bij mij al op de tafel, dan zal ik zorgen dat je even een energieboost krijgt. Dat die nieren weer helemaal werkend zijn. En dan kun je vanavond weer lopen, alles doen. Ik ging liggen op die tafel en ik kwam dansend die kamer weer uit. Genoeg gekletst. Tijd om met het instralen van de energielijnen te beginnen. Na zo'n 3 kwartier handoplegging zit het eerste deel van de behandeling erop en begint genezen Martijn zijn patiënt Cor onverwachts nieuwe kwalen aan te praten. Jouw nieren, jouw... jouw rechtse kant. Jouw nieren en jouw bijnieren aan de rechterzijde. Die functioneerden voor ongeveer 30%. Oh. Ik zag ze als zijnde een nier die normaal gesproken een roodachtige kleur heeft. Zag ik vanaf ongeveer de helft was die helemaal blauw. Alsof dat er geen zuurstof bij kwam, wat dan ook. Nieren waren bijnieren. Waren vleesklier vandaan. Ja. In zo'n conditie dat ze eigenlijk geen of gewoon veel te weinig vocht konden opnemen, waardoor de functionaliteit iedere keer naar achteren gaat. Maar het blijft niet bij nierklachten. Na nog 3 kwartier handoplegging blijkt ook de alvleesklier van Cor niet in orde te zijn. Nou, zal je vertellen wat ik ook gevonden heb. Geen suikerziekte, maar als je nou naar de dokter was geweest en die hadden een test gedaan, dan had het heel erg veel geleken alsof je een soort van suikerziekte had. Alleen ze hadden het niet echt kunnen plaatsen. Dat komt bij jouw alvleesklier vandaan. Jouw alvleesklier die functioneert niet helemaal 100 punten. Tijdens een korte pauze legt Martijn uit dat hij alleen genezende energie kan geven als hij ook energie terugkrijgt. En hij krijgt vooral energie van contant geld. Op het moment dat ik behandel, geef ik zoveel energie en daar moet ook weer een bepaalde energie voor terugkomen. Nou, dat doen we dan in de vorm van euro's, omdat dat de makkelijkste energievorm is. Maar die energie die jij van Lis... Jij krijgt toch van Lis door? Ja, ik krijg van maar Lis. Maar moet jij dan ook... En ik geef de helft van alles wat zeg maar, uurtarief wat we hebben, dat is 200 euro. Uiteindelijk met na aftrek van B2 165 euro van over. Daar gaat de helft van naar Lis. En de helft is van mij. Dat is En als je dit nou niet, want ons pap moet dat contant betalen, omdat dan de evenwicht er is. Maar als jij het nou niet contant aan Lis, is dan jullie lijn niet verbroken?
Nee, Liz houdt 3 dagen vol om zeg maar die energie kwijt te zijn. En na 3 dagen dan begint zij het ook gewoon te merken. En dan wat zij doet, zij stilt het gewoon weer bij mij weg. Dus ik moet er echt van zorgen dat ik heel snel dat geld ook daar naartoe heb. Want anders gaat het gewoon in. Maar dan komt het niet zo dat het bij jou weer getrokken wordt en dat jij het weer bij je pap wegtrekt. Op het moment dat hij zeg maar die energie vereffend heeft, dan is het ook klaar. Gezondheid is bij Martijn dus gewoon te koop. Het is je reinste geldklopperij. Tijd voor het laatste gedeelte van de behandelsessie. En dat blijkt letterlijk een slaapverwekkende aangelegenheid te zijn. Ik heb positieve mild, ik heb positief immuunsysteem en ik heb zelfvertrouwen. Nou, dan hebben we er een hele rits in zitten. Kom zo. Achter elkaar. Hapsaal. Ineens gebeurt er iets vreemds. Er weer klinkt gesnurk. Is het Cor of is het Martijn? Klaasien is verbijsterd. Je gaat er nog vanuit dat iemand moeite doet om te overtuigen of energie af te schudden. Hij lag daar gewoon te slapen. Met zijn vliegtuigkussentje. Martijn. Zijn mond open. Die lagen gewoon met z'n tweeën te snurken in een kamertje met een zeiltje afgezet. Dat is nou wat ze noemen slapend rijk worden. Want aan het einde van de behandeling volgt een rekening van €500 voor Cor. Hoeveel is het? 500 is bij elkaar. 4,5 uur. Hoe reageerde je vader toen hij later hoorde dat jij dat hebt opgenomen? Hij zei, ik was blij dat ik het niet wist. Want anders had ik me niet zo kunnen concentreren. Want hij kan natuurlijk lezen wat ik denk. En toen dacht ik van, oh jee, dit moet stoppen. Hij dacht dat Martijn precies kon lezen. Ja. Eigenlijk was hij dus wel onder invloed van die Martijn. Ja. Heel erg. Als je Martijn mag geloven, is Cor behoorlijk ziek. Volgens Martijn functioneren de nieren van zijn patiënt nog maar nauwelijks. En ook de alvleesklier van zijn patiënt zou niet helemaal gezond zijn. Wij zetten er de diagnose van een echte medicus naast. Cor doet op ons verzoek een testje bij zijn eigen huisarts. Uit de uitslag blijkt dat er bij Cor geen enkele aanwijzing is voor het slecht functioneren van zijn nieren of van zijn alvleesklier. De argwaan bij Klaasien was dus niet ten onrechte. Wat Martijn bij haar vader uithaalt, klopt van geen kant. En bij hoeveel patiënten doet Martijn hetzelfde, tegen €200 per uur? Om er zeker van te zijn dat het geen incident is, melden we ons bij Martijn aan met een lokpatiënt. Bejaarde dame met de nodige verzonnen kwalen die waarschijnlijk precies in de doelgroep van de wonderdokter valt. Dit is de 79-jarige Eline. Ze piekert veel en slaapt slecht sinds het recente overlijden van haar man. Bovendien steken er de laatste tijd steeds meer ouderdomsklachten de kop op. Eline leidt aan hoofdpijn, botontkalking, vergeetachtigheid, rugpijn en slapeloosheid. Zogenaamd dan natuurlijk, want in werkelijkheid is onze lokpatiënt een ervaren figurant die buitengewoon gezond en fit is. We hebben haar daarvoor zelfs speciaal een medische controle bij haar huisarts laten ondergaan. Een redacteur van ons programma meldt zich via het internet aan voor de eerstvolgende voorlichtingsavond, stap 1 in de intakeprocedure. Op woensdagavond 7 maart is het zover. Onze medewerker met verborgen camera vergezelt Eline bij de bijeenkomst en doet zich voor als een bezorgde achterneef die haar met de auto naartoe heeft gebracht. Ik kwam voor real, you komen ja, bij. Voor de uitleg. Ja. Okay. Hartstikke mooi. Hallo. Goedenavond. Martijn. Je bent Kees. Ik had je vorige week al een. Martijn is in gezelschap van 2 collega-behandelaars. Hallo, ik ben Toon. Dag, hallo. Kees van Rijmen. Opmerkelijk genoeg zijn we de enige bezoekers van de voorlichtingsavond. Ik heb van een kennis heb ik gehoord. Ja. En omdat ik nogal wat last heb zo van mijn nek en mijn rug. Ja. En
slecht slaap. Oké, ja. Dus toen zei ze, nou, probeer dat eens. Ik heb zoveel geprobeerd. Mm. Maar, je bent ook bij een gewoon normale arts geweest? Ja. En die vertelt? Ja, die, wat zegt die? Ik heb pilletjes gekregen. Ja. Calcium en zo en al dergelijke dingen. Met waarschijnlijk opmerken, maar als dat niet werkt, dan hebben we waarschijnlijk nog wel wat te doen. Ja, 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 ja. Maar je kan je dat voorstellen als een glas met water waar je elke keer een klein beetje uitschenkt. Nou, vloog het glaasje leeg, hè? Of een batterijtje wat langzaam leeg gaat. Er komt zelfs een vierde behandelaar binnen. Hallo, hoe is die? Ja, goed. Kom erbij. Ja. Dat is natuurlijk niet een proces van ik haal mijn hand eraf en het is gebeurd. We zijn geen tovenaars. Nee, dat is toch maar waar. Ja. Met emotie en negatieve... Ja, het begint soms te lijken. Martijn straalt van het zelfvertrouwen. Hij begint weer over de mysterieuze Lis uit Denemarken... de drijvende kracht achter de behandelmethode. Wat Lis doet, Lis is degene die dit 14 jaar geleden bij zichzelf ontdekt heeft. In de afgelopen 14 jaar heeft zij dat zo ontwikkeld... tot het niveau wat het nu is geworden. En dat betekent dat we nu heel erg snel mensen kunnen behandelen... en al heel erg snel resultaten hebben. We blijven wel afhankelijk van Lis. Dus dat betekent dat we kunnen deze behandeling niet doen zonder... de hulp van Lis. Maar werkt het dan bijvoorbeeld bij Lino? Precies ook zo. Dus ik stuur een e-mail naar Lis. Plucht in op Eline. En dat doet ze via een kosmische manier. Daar hoeft ze geen contact voor te hebben. Hm. Dus dat gaat echt zo. En ik krijg vervolgens een lijst van Lis thuisgestuurd. En die klopt. Altijd. En dat ga ik integreren bij Eline. Kosmische energieoverdracht dus. Het lijkt wel alsof we in een scène uit de science fiction serie Star Trek zijn beland. En dan gebeurt er iets merkwaardigs. Een van de behandelaren, Toon, staat onverwachts op en ijsbeert door de zaal. Hij wenkt naar zijn vrouw. Zou hij onze verborgen cameraapparatuur hebben gezien? We zijn met een lokpatiënt op een bijeenkomst van Real You, een club energiebehandelaars. We zijn bang dat een van hen, ene Toon, onze verborgen cameraapparatuur heeft gezien. Maar dat is niet zo. Wat zegt u? Heb je last van je maag, deze kant? Soms, ja. Soms. Ik kan dat ook... Daarom ging ik even heel lopen, want ik heb een aantal dingen al gevoeld, ja, inderdaad. En ik blijf bij mij branden net onder, zeg maar, net boven mijn schouderbladen, tussen de schouderbladen en zeg maar waar die knobbel in je nek zit. Ongeveer op deze hoogte blijft het bij mij branden. Bij jou blijft het allemaal branden? Ja. En dat is niet voor mezelf, dat weet ik. Maar dat is meer om aan te voelen van wat er op dit moment in u afspeelt op dit moment. En daar is iets waar ik nu voel. Behandelaar Toon voelt iets branden boven zijn schouderbladen. Onze lokpatiënt Eline merkt uiteraard niets bijzonders in haar nek... maar blijft uitstekend in haar rol. En dan voelt Toon nog iets. Maar ik voel wel daarnet ook heel erg sterk dat er een uitstraling zit... naar een linkerbovenbeen, een rechterbovenbeen bijvoorbeeld. Bij knieën komt het ook naar voren toe. Heb je daar veel last van? Ook aan de knieën van onze Eline mankeert uiteraard niets... Toon lijkt alleen maar te proberen, net als Martijn... om een patiënt niet bestaande lichamelijke klachten aan te smeren. Waarschijnlijk om daarmee een kostbare behandeling af te dwingen. Wat ik belangrijk vind wel om te zeggen over wat Martijn heeft gezegd... over die kosten net. Ik heb het geprobeerd om het weg te geven. Ik heb het echt geprobeerd tegen beter weten in. En ik heb dat zelf redelijk moeten besturen. Want ik heb zoveel energie weggegeven... dat mijn energie zo erg omlaag gaat, is dat ik het niet meer kon. Dat ik dus niemand meer kon behandelen, niemand kon helpen. Dat is wel een gave dan. Gaaf, hè? Nou. Bijzonder, hè? Nou. Tegenover een willekeurige andere patiënt steekt Martijn P. dus dezelfde verhalen af als tegen Cor van Hek, de vader van Klaasien. En hij is niet alleen. Er zijn meer van die succesbehandelaars die ziektes aanpraten, genezingen in het vooruitzicht stellen en ondertussen grof geld voor hun diensten vragen. We gaan terug naar de familie van Hek.
Want niet alleen vader Cor is ziek, ook een van de zonen, de broer van Klaasien dus, is ziek. Ongeneeslijk ziek zelfs. Tijdens de bronzen bruiloft van Cor en Ria van Hek dragen hun drie kinderen, Klaasien, Arno en Johan, een liedje voor om hun ouders te feliciteren met een 12,5-jarig jubileum. Achter het geluk van Ria en Cor gaat echter ook tragiek schuil. Het gaat sinds 1983 niet alleen bergafwaarts met de gezondheid van Cor, maar ook met Johan gaat het mis. Deze home videobeelden zijn een van de laatste tastbare herinneringen aan de tijd dat Johan nog gezond was. Iets minder dan 10 jaar later wordt de oudste zoon van Ria en Cor getroffen door het noodlot. Johan loopt een ongeneeslijke hersenbeschadiging op door zuurstofgebrek en hij komt daardoor in een coma terecht. Het is dan 12 september 1993. De eerste dagen, de eerste weken en zelfs de eerste jaren heb je nog iedere dag natuurlijk hoop dat het goed gaat komen. Konden je ouders zich daar makkelijk bij neerleggen? Nee, die gaan er tot op de dag van vandaag minstens 2 keer per dag naartoe. Die hebben geen bouwvakvakantie, die hebben geen weekend, geen kerst. Ja, dat hebben ze wel, maar altijd samen met hem. Na een doodstrijd van 10 dagen op de intensive care van dit ziekenhuis in Veghel komt Johan gedeeltelijk uit zijn coma en wordt hij voorzichtig van de beademing afgehaald. Maar toch zal zijn situatie nooit meer hetzelfde zijn. Het zicht- en spraakvermogen van Johan is onherstelbaar aangetast en omdat hij sinds het ongeval nauwelijks meer heeft bewogen, zijn ook de spieren in zijn lichaam totaal vergroeid. Genezing absoluut uitgesloten. Johan zal nooit meer kunnen lopen of beter kunnen gaan zien. Johan wordt 24 uur per dag verpleegd in een verzorgingstehuis in Heeswijk-Tinter, waar hij op gezette tijden kunstmatige voeding via een zonde dient. Ondanks de handicap van hun zoon doen Ria en Cor er alles aan om Johan een zo normaal mogelijk leven te geven. Het heeft heel lang geduurd dat hij eigenlijk meer ging reageren op ons en op het stemmen en dat we mee bezig waren en zo. Maar en toen kreeg hij eigenlijk steeds meer op dat het weer goed zou komen. En die is verliefd. Ja, toen zijn er aan de rand zijn weer scanning gemaakt en gedaan. Ja, en dan zie je die vlaktes die helemaal zwart zijn en die helemaal weg zijn. En dan krijg je eigenlijk pas, dring het pas goed tot de deur. Dat we er zo toch moeten accepteren. De ouders van Johan zouden er alles voor over hebben als de toekomst ook maar iets zou verbeteren. Dat dit een kolfje naar Martijn's hand is, blijkt wel als tijdens een van de behandelingen van vader Cor ook de uitzichtloze situatie van zijn zoon ter sprake komt. Iemand uit coma halen? Ja, natuurlijk kan Martijn dat ook. De sessie, waar u al eerder beelden van zag, vond plaats op 8 februari en werd door Klaasien vastgelegd met onze verborgen camera. Ons pap kwam natuurlijk met het goede nieuws voor ons Arno en voor mij. Van nou luister, we kunnen Johan uitkomen. Dat was helemaal een shock, want hij ligt er al 12 of 13 jaar in. En de doktoren zeggen van ja luister, het is eigenlijk gewoon... Ja, dit is toch niet meer gebeurd. Er is niks meer aan te doen. Niks meer aan te doen. Liz heeft zeg maar ingeplucht via jouw vader op Johan en ze heeft gewoon gekeken van ja, wat is er op dit moment aan de hand. En als wij hem helemaal gaan behandelen, wat hebben we daarvoor nodig om hem te gaan behandelen, maar wat is dan het uiteindelijke resultaat? We gaan eerst zorgen dat hij de wil om te leven terugkrijgt. En dat is het allerbelangrijkste. Als hij de wil om te leven terug heeft, dan begint hij dit namelijk zelf ook weer te vechten. En dan gaat hij heel langzaam ook uit die coma komen. Want hij heeft natuurlijk... Een spasme. Ja. Het is ooit goed geweest.
Ja, zeker. Dus dat betekent dat op het moment dat je dat iets vergroeid is of iets anders is geworden, maar wel ooit goed is geweest, dan krijg je het ook weer goed door middel van daar de juiste energie naartoe te sturen. Hij zou volledig voor zichzelf kunnen gaan zorgen. Natuurlijk, zij zal altijd ondersteuning moeten hebben. Maar gewoon dat hij zelf naar het toilet kan. Zelf kan lopen. Zelf zijn dingen kan doen. En dat hij gewoon normaal kan functioneren. Martijn kan toveren, maar hij kan het niet alleen. De mysterieuze Liz uit Denemarken gaat zich hoogst persoonlijk bemoeien met de wonderbaarlijke genezing. Aan hoeveel behandelingen moeten we dan denken? Is de... Liz zei, ik hou het liever op ontzettend veel. Ze zegt, ik schat het liever te groot in, te veel. En dat achteraf meevalt. Dus de totale behandeling zal ongeveer op 30 uur uitkomen. 30 uur? 30 uur. 30 uur, aan razon van €200 per uur. Dat betekent. Martijn ruikt geld. Maar hij voelt dat hij de sceptische Klazien over de streep moet trekken voor Johans behandeling en probeert haar met een paranormale belevenis te overtuigen. Ik heb namelijk contact gehad met Johan, maar ik weet niet of dat nou komt dat jij erbij bent. En ik heb hem gevraagd of dat hij echt zou willen terugkomen. Want het gaat voor hem een keiharde strijd worden om terug te komen. En het gaat niet plezierig worden. Maar hij liet jou zien toen jij een jaar of... Ik denk een jaar of zes was in een jurkje, een bloemetjesjurkje. En ik zag jou spelen met op een fietsje. En... Ja, zo lusten we nog wel wat. En Klazien trapte daarom niet in. Ze brengt het gesprek over Johan weer terug naar de kern... de onomkeerbaarheid van zijn ziektebeeld. Maar hoe zit het dan met zijn hersens? Is er geen belemmering? Zijn hersens die gaan die gaan zichzelf terug herstellen naar 100%. Kijk, het maakt niet uit of het is afgestorven of... Het maakt niet uit hoe ver het afgestorven is. Zelfs als met de nieren van jouw vader, de helft van jou, of zeg maar 40% van jouw ene nier, die is eigenlijk gewoon afgestorven. Maar die gaat zichzelf weer terug herstellen naar 100%. Dat je krijgt het zelfherstellend vermogen, gaat die weer terugkrijgen. Martijn, die Johan nog nooit heeft gezien, laat staan onderzocht, belooft hier uit de losse pols een wereldwonder. Volgens medisch specialisten, de mensen die Johan wel onderzochten, is het uitgesloten dat de afgestorven hersens van Johan ooit zullen genezen. Klazien is er helemaal stuk van. Eigenlijk hebben we het allemaal een plaats gegeven. Kunnen we er allemaal redelijk goed mee overweg. En dan in één keer komt er weer iemand op de proppen die zegt van... luister, zet zijn gymschoenen maar aan, want hij gaat weer aan de gang. Is dat niet misdadig? Ja. Johan is onomkeerbaar gehandicapt en kan nooit meer genezen. Toch beweert wonderdokter Martijn glashard dat Johan binnen een mum van tijd weer zelf zal kunnen eten, lopen en praten, wat hij al meer dan 12 jaar niet heeft gedaan. Martijn heeft geen enkele twijfel en maakt ook geen enkel voorbehoud. Hij geeft de ouders van Johan nieuwe hoop. En uit onze verborgen camerabeelden van deze behandeling blijkt al snel valse hoop. Op 12 maart is het zover. Zou Martijn daadwerkelijk komen opdagen? Even lijkt het erop dat Martijn verstek laat gaan... maar dan parkeert er een blauwe auto bij Klazien voor de deur. Daar is hij. Martijn heeft Johan nooit onderzocht... en weet dus absoluut niet hoe ernstig hij er aan toe is. Zal hij ook voet bij stuk houden over zijn genezing... als hij de patiënt voor het eerst daadwerkelijk onder ogen krijgt... Hoi, ik zag jou aankomen. Hoe is het? Ja, goed. Okay. Mijn moeder is er ook. Ja. En we hadden geluk dat hij er al is. We hebben hem net nog even wat medicijnen gegeven. Schrik je ervan? Nee, want ik heb hem
ben er al de hele tijd bezig om hem te doen. Ja, ja, ja. Kan ik zitten? Zal ik jouw jas ophangen? Ja, ik ga mijn telefoon uitdoen, want anders word ik continu verteld. Ja, is druk. Ik heb een, iemand geholpen een tijdje geleden van zo'n chronische hoofdpijn. Maar die zat bij zo'n club, ja, en die hebben elkaar allemaal aangestoken. En nou, die zeggen ook s'avonds bij iedereen hadden ze gewoon zo hoofdpijn dan. En het is goed gegaan? Ja, dat gewoon zo hoofdpijn, dat is echt bij de eerste behandeling is dat eruit. Dat is zoiets eenvoudigs. Hoofdpijn is hoofdpijn. Eens kijken of een onherstelbare hersenbeschadiging ook zo makkelijk te genezen is voor de energiedokter. Ik heb namelijk gehoord. Ik ga iedere keer als ik aan in de buurt kom, dan trek je aan mij. Dat wil je niet weten. Het is echt gewoon eng. Het is zo. Maar net zoals, want jij ziet nou ook die vergroeiingen, zal ik maar zeggen, waar ik het over gehad heb van zijn voeten. Ja. Maar dat kan ook weer gewoon, dat hij weer kan lopen. Ja, hij kan ook weer gewoon lopen. Wat Liz gaat doen straks, is een helemaal plan opstellen voor de fysiotherapeut. Hoe dat, want wij gaan zijn hele spieren en botten en gewrichten en alles gaan behandelen. Wat we doen is, we zetten het zelfherstellend vermogen terug in bijvoorbeeld de spieren. Zodat ze hebben nou geen zelfherstellend vermogen meer, want dat verlies je op een gegeven moment. Maar dat krijg je dus weer helemaal terug. Dus als je dan weer de juiste oefeningen gaat doen, ja, dan wil het ook weer die kant op. U hoort het goed. Johan wordt beter dankzij zijn zelfherstellende vermogens. Nee, nou is het zo dat zijn hersens zijn beschadigd, hè? Heel groot, maar... Zijn hersenen, dat is hetgeen wat hem aanstuurt, maar je hebt natuurlijk ook een bewustzijn. Je hersenen zijn, is gewoon een orgaan. En dat bewustzijn bij hem is niet beschadigd. Dat heeft hij gewoon nog. Martijn brengt het gesprek vlug weer op zijn beschermvrouw Liz uit Denemarken. Zij heeft ingeplucht op Johan en een behandellijst vastgesteld. Liz houdt telefonisch contact met Martijn, zegt hij. Kan zijn dat Liz vandaag belt. Liz zou mij ofwel een sms sturen. Ik heb gevraagd... wanneer dat zijn bewustzijn in zijn terug controle gaat krijgen over zijn lichaam. En dat zou ze me laten weten vandaag. Ze was net bezig met werken, dus ik hoop dat ze het vandaag wel even laat weten. Ja. Maar in principe zou die 22 april uit de sub komen zijn, toch? Dat is wel de bedoeling, ja. Hij zegt dit dus op 12 maart. Het wonder zal zich voor 22 april, dus binnen 6 weken, gaan voltrekken. Tijd nu voor de behandeling zelf. De eerste sessie begint. Na 45 lange minuten energieinstraling is er volgens Martijn al resultaat te zien. En dat is wel. Mooi, hè? Leuk, hè? En hij blijft zo mooi rustig eronder. Ik heb zorgen opgekopt, de tranen weggaan aan. Ik ben blij dat ik hem positief terug ingezet. Nou, ik ben blij dat hij meteen, zoals je ziet. Tijd voor een tweede sessie van opnieuw 3 kwartier. Na afloop schroomt Martijn niet om na Cor en Aline ook voor Johan nieuwe klachten te verzinnen. En hoe voelt hij zich nu? Huh? Hij voelt zich nu niet. Ja, hij tussendoor voelt hij zich wel prettig, maar. Hij heeft heel veel vocht in zijn longen. En dat is hij continu mee bezig om dat af te voeren. Je zou nu iets kunnen toedienen, maar voordat dat allemaal gaat werken. En tegen die tijd hebben we zijn longen al weer helemaal geüpdate. Longen geüpdate? Dat is natuurlijk onzin.
Want volgens zijn behandelend arts heeft Johan helemaal geen vocht in zijn longen. Ja, en is het, heb jij vaker dit soort... Dit is de eerste keer dat ik zo iemand mag behandelen. En dat is een heel apart. Maar als hij een dergelijke behandeling voor de eerste keer uitvoert... hoe durft Martijn dan te beweren dat hij succes met de methode zal boeken? Ook verontrustend is dat Martijn P. en Riel Yu niet op zichzelf staan. Althans, dat beweert de kwakzalver zelf. Ze zijn er nu 30, verdeeld over het meeste Nederland en Denemarken. En er zitten dan eentje in Finland, in Zwitserland zitten er nou twee. Maar ja, goed, er zal binnenkort wel een keer een Duitser komen. Ja, ja, dat gaat natuurlijk snel, hè? Dat gaat een keer komen. Zijn het muizen, hè? Ja. Nee, toch? Ja. Hey, en hoeveel hebben wij er in Nederland die daar zijn daadwerkelijk... Er zijn 9 nu. 9. Nederland, ja zelfs Europa, is gewaarschuwd. En dan gebeurt er iets opmerkelijks. Martijn krijgt plotseling het aangekondigde sms'je van Liz binnen. Oké, sms'je. Het staat letterlijk... Hi Martijn, he should wake up during 1 month after organs and all other lines has been integrated. Kijk hè, mag ik zien? Ja, ja. Is het dan toch waar... Bemoeit de mysterieuze Liz zich echt vanuit Denemarken met de behandeling? Of is het een truc om goedgelovige patiënten nog meer zand in de ogen te strooien? Alles wat hij dan heeft, dus de situatie dan is dat hij bij is. Dat hij weer helder kan denken. Maar dan moet het dus met de fysiotherapeut moet gaan werken. Ja, oké, maar dan is zijn hersenbeschadiging is weg, ja, zodat hij positief... Dat moet helemaal wel kunnen communiceren. Tijd voor het laatste gedeelte van de behandeling. Martijn gaapt en hij staart wezenloos voor zich uit. Zou hij zijn zonde aan het overdenken zijn? Martijn krabbelt wat rituele, nietszeggende teksten op een blaadje... om de negatieve energie van deze dag het huis uit te krijgen... waarop het blaadje wordt verscheurd. Zo. Ja, maar dan... Oh, je is goed. Als het papiertje in de vuilniscontainer is beland, zit de behandeling erop... en moet Martijns energie uiteraard weer terug in balans worden gebracht... door het betalen van de rekening. Dat vind ik echt een tijd, die wil jij niet in hebben. Oh nee, daar is heel mooi, zwarte. Oké. Even kijken, 4,5 uur is rond 900 euro. 1, 2... Als Martijn je ergens van afhelpt, zijn het niet zozeer je kwalen, maar je geld. 6, 7, 8, 9. Ja, is goed. Dag Johan. Ja, hij zegt nog niks terug, maar wanneer is kan ik komen? Nou, antwoord wel, we leven nog niet echt... Martijn gaat weg. Johan blijft, even ziek als hij al was, achter. Hoe ver, te ver kun je gaan? Hoe gewetenloos kun je wanhopige mensen geld uit hun zak kloppen... door ze juist dat te beloven wat geen mens kan waarmaken? Het wordt daarom de hoogste tijd voor een confrontatie met de bedrieger. Tot zometeen. De belangrijkste fragmenten uit onze verborgen cameraactie heb ik voorgelegd aan een specialist. Een echte specialist. Een neuroloog die zich op ons verzoek in het medisch dossier van Johan heeft verdiept.
Zijn hersens die gaan zichzelf terugherstellen naar 100%. 40% van jouw ene nier, eigenlijk gewoon afgestorven. Ja, deze beelden. Zou u uw patiënten naar deze wonderdokter doorverwijzen? Nee, absoluut niet. Wat voor indruk maakt dit op u als u dit zo hoort? Ik vind het vrij schokkend. Je moet je voorstellen dat mensen met hersenletsel vaak wanhopig zijn, verdrietig. Van de specialist te horen krijgen dat er weinig aan te doen is. En als er nou iemand is, deze man, die gewoon zegt, zonder de patiënt eigenlijk zelf nog te onderzoeken, van nou, dat krijg ik allemaal weer 100% in orde, niks aan de hand, hij kan weer lopen, hij kan weer zien, hij kan weer praten, hij kan weer zelf eten. Wat zegt u dan? Ik vind dat eigenlijk gemene, inhoudsloze beloften. Ja, dat stoelt helemaal nergens op. Er is nog nooit iemand van zoiets genezen. En als je zegt dat je dat kunt doen, dan maak je je schuldig aan oplichterij, vind ik. Dan ben je een bedrieger. Dan ben je een bedrieger, ja. De ouders van Johan hadden hun laatste hoop gevestigd op de behandeling van Martijn, maar nu ook de medische stand fel afstand heeft genomen van zijn beweringen, dringt het pas echt tot ze door dat de situatie van Johan onomkeerbaar is. Je durft er met een man over te praten, dat je er ook in getrapt bent. En dat geld is dat geld, maar een gevoel, dat doet veel meer als iemand kan denken. En ik hoop dat je het geen man meer aan kan doen. Want het is met geen pen te beschrijven. Ook voor een dochter Klazien, die bij ons aan de bel trok, is het behandelproces van Martijn een enorm zware belasting geweest. Het verdriet van haar wanhopige ouders grijpt haar enorm aan. Het ergste voor hun, die hoop voor Johan, zeg ik. Het grijpt je erg aan, hè? Ja. Maar dat komt ook. We hadden het eigenlijk een plaats gegeven. En het wordt natuurlijk weer helemaal omhoog opgerakeld. En we weten gewoon dat er niks aan te doen is en dat het gewoon afwachten is. Hoe lang het nog duurt, zou ik maar zeggen. We weten allemaal wel dat dit geen 20 jaar gaat duren. Maar hun willen voor het gevoel, als het zover is, alles hebben gedaan wat in hun macht ligt. Natuurlijk zou ik ook doen. Ja, en als je dit ziet, dan sta je te popelen om deze kwakzalver eens flink aan de tand te voelen. Al dan niet met kosmische energieoverdracht. Wel nu, die kans kregen we. Een kleine 2 weken geleden dacht hij voor een nieuwe behandelsessie van 5 uur... weer €1000 te kunnen opstrijken. In plaats daarvan kwam ik op zijn consult. Op 17 april is het zover. Nadat Peter de cameraploeg heeft geïnstrueerd voor de confrontatie met Martijn, installeert hij zich op de slaapkamer om het verloop van de behandeling ongezien te kunnen volgen. Het wachten op Martijn is begonnen. Niet lang erna arriveert de wonderdokter. Hey, daar is hij weer. Daar is hij weer, ja, die blijft trouw komen. Martijn is duidelijk nog in de veronderstelling dat hij straks €1000 mee naar huis gaat nemen. Ja, ze kunnen ieder moment er zijn. Oké. Okay. Oh, ga maar lekker zitten. Klazien serveert een drankje en informeert daarna bij Martijn naar het uitblijven van het resultaat van de behandeling. Wat ik had verwacht, de 22e over 5 dagen... En dan had je nu al heel veel verbeteringen moeten zien. Ja, dat is juist het vreemde, want wij zien geen verbetering met de laatste keer die jij hem behandeld hebt. Dat klopt, dat kan ook nog niet, want de succeslijn is nog niet af. Dus op het moment dat dit klaar is en hij wordt afgesloten, nou, dat wil Liz doen voordat ze jullie ontmoeten. Wil ze hem helemaal afgesloten hebben en dan... vanaf dan gaat echt alles in werking. En dan houdt hij namelijk zijn eigen energie bij zich. En al die energie
die gaat hij voor zichzelf gebruiken om zichzelf er helemaal terug op te bouwen. Peter heeft genoeg gehoord. Tijd voor een bijzonder consult bij de kwakzalver. Ja, ik straks gewoon weer kunnen lopen. Maar daarvoor, dat is natuurlijk niet van vandaag op morgen. Dat moet niet echt. Goedemiddag. Goedemiddag. Misschien kan jij me helpen. Ik heb last van een chronische allergie voor kwakzalvers die patiënten financieel proberen uit te kleden en doen alsof ze een wonderdokter zijn, maar gewoon oplichters zijn. Heb je daar een remedie voor? Nou, daar heb ik geen commentaar op. Nee, ben je er sprakeloos van, hè? Ja, ik sta hier echt van te kijken. Ja, wij ook. Wij staan er ook van te kijken wat jij allemaal durft te beloven aan mensen die wanhopig zijn omdat hun kind onomkeerbaar ziek is. En waarvan jij even zegt dat hij voor 100% weer zal genezen. Dat hij zal gaan praten, lopen, noem maar op. Nou, ik werk hier niet bij aan mee. Als nee, dus ik, dan echt, begrijp ik dat je daar niet aan meewerkt. Als ik weet hoe het zit, dan, dan zou je morgenavond even moeten langskomen. Nee, ik ben hier nu. Waarvoor zou ik morgenavond langskomen? Je bent gewoon een oplichter. Ik ben geen oplichter. Ik zit hier met de allerbeste misbruik van mensen die wanhopig zijn. En dan vraag je een advocatentarief voor. Je kleedt mensen gewoon uit. Ik kleed mensen helemaal niet uit. Jij kan niet bij deze patiënt die je helemaal niet hebt onderzocht, kan jij niet garanderen dat hij weer 100% oké wordt, dat zijn verkrampte spieren weer in orde komen, dat hij weer kan lopen, dat hij weer kan praten. Sterker nog, dat zijn afgestorven hersens weer voor 100% oké zullen zijn. Dat kan niet. We hebben dat ook niet gezegd. Heb je dat niet gezegd? In hersens die gaan zichzelf terug herstellen, maar 100%. Maar goed, ik ga hier niet aan meewerken. Ja, oh nee, maar er zijn hier nu praten we even. Nee, ik ga hier echt niet aan meewerken. Nee, maar jij hebt wel. Heb je niet gezegd dan dat hij voor 100% zou genezen? Ik heb geen commentaar meer. Nee, dat begrijp ik. Nee. Nou wordt het lastig, hè? Ik heb nu last van een beetje negatieve emoties. Die kon je toch zo goed weghalen bij mensen? Haal die negatieve emoties eens bij mij weg. Als je wil weten hoe dat wij te werk gaan. Dat heb ik gezien, jongen. Dat wij onze allerbeste bedoelingen hebben met mensen. Allerbeste bedoelingen voor je portemonnee. Allerbeste bedoelingen. Het gaat echt niet voor de portemonnee. Voor 200 euro per uur. Dat zijn je goede bedoelingen. Het gaat echt niet om de portemonnee. Op het moment dat ik behandel, geef ik zoveel energie. En daar moet ook weer een bepaalde energie voor terugkomen. Nou, dat doen we dan in de vorm van euro's. Doe het uit liefdadigheid, hè? Ja, wij helpen een heleboel mensen. Ja, mensen in de prut help je. Nee, echt niet. Echt niet? Je belooft dingen die je totaal niet waar kan maken en die je nu zit te ontkennen. Ik ontken dan niks. Maar jij ontkent wel. Mag met mij een afspraak maken? Nee, ik heb hier een afspraak met je. Nee, u heeft geen afspraak met mij. Ja, nou en of? Ik sta hier toch? Nee. Ik wil graag dat je mij dat doorlaat. Jij verzint gewoon ook allerlei kwalen van mensen. Dat hun nieren niet werken, hun alvleesklier niet werkt. Vanaf ongeveer de helft was hij helemaal blauw. We hebben dat allemaal laten nakijken en er is gewoon allemaal niks van waar. Je zuigt het allemaal uit je duim. Ik van 200 euro per uur. Ik wilde graag doorlaten. Ja, en ik sta hier nu. Ik wil eerst eens even opheldering van je hebben. Nou ben je bang, hè? Nou gauw weglopen. Je wist toch op alles een antwoord? Je kon toch altijd alle negatieve emoties weghalen bij mensen? Nou, haal ze bij mij eens weg dan. Martijn heeft op geen enkele vraag van Peter een antwoord en wil weg. Maar Peter is nog niet uitgevraagd. En hoe zit dat met die rekeningen van je? Omdat je energiebalans verstoord is, moet er contant in euro's worden afgerekend? Wat is dat voor methode? Het enige wat u wilt is. Weet je wat dat voor methode is? Ja. Omlaag halen? Weet je wat dat voor methode is? Dat is de zakkenvullermethode. Nee, dat is helemaal niet waar. Het misbruik maken van mensen die ziek zijn, die wanhopig zijn. Ik wil heel graag met u een afspraak maken. Nee, je kan alles vertellen. Nee, ik sta hier. Dat ga ik hier niet doen. Ik wil graag dan ook alles op papier aan u laten zien, hoe dat wij te werk gaan. Nou, we hebben heel goed gezien hoe jij te werk gaat. We hebben dat namelijk al die tijd gevolgd. Mm-hmm. Je bent gewoon een oplichter. Ik ben absoluut geen oplichter. Nee. Nou, ben je onze lieve heer zeker? Die mensen beter kan maken die onomkeerbaar ziek zijn. Ik ben ook niet onze lieve heer. Nou, dan sta je dus gewoon te liegen. Ik sta ook niet te liegen. Je belooft mensen 100% dat iemand beter wordt, terwijl je ze niet eens hebt onderzocht. Je weet niet eens wat ze hebben, jongen. Ik had hier een afspraak om iemand te behandelen. Je had een afspraak om hier iemand op te lichten. Wilde behandelen. Om 200 euro, of nee, wat zeg ik, 800.000 euro in je zak te steken. Absoluut niet. Nee. Nou, je maakt mij niks wijs, vriend. Je bent gewoon een kwakzalver die mensen ontzettend bedriegt en financieel uitkleedt. Het is duidelijk dat er geen zinnig woord uit Martijn zal komen. De bedrieger is bedrogen en hij kiest het hazenpad.
Schaam je niet je ogen uit je hoofd dat je mensen zo ontzettend durft te misbruiken? Neemt u alsjeblieft contact met mij op, dan zal ik alles... Nee, ik sta hier. Je hebt nu de kans om te zeggen wat je wil. Je kunt niet zomaar iemand zomaar binnenvallen met een camera op zijn gezicht. Jij kan niet zomaar mensen beloven dat hun zoon die in een subcoma is daar wel 100% van geneest. Ik vind het heel triest, want ik had de allerbeste bedoelingen met die jongen. Ja, de allerbeste financiële bedoelingen. En niet alleen ik, nog een andere dame had een hele goede bedoeling met deze jongen. Via de kosmische overdracht, zeker. En wij werken altijd zo met no cure, no pay. Dus als dit niet opgelost was... Oh, maar ze moeten anders contant steeds betalen. Juist, maar dat heb je nooit gezegd, op het moment hoor. Dat het niet opgelost was... Dan dat zeg je nu. Heb je nooit enig moment gezegd. Dat zeggen wij altijd in de presentaties. Op het moment dat wij mensen voor de eerste keer... Maar daarom moeten ze voor de zekerheid even contant betalen. De dagen na de confrontatie ontvangen we de nodige e-mails van Martijn. Hij schrijft totaal te zijn overrompeld door Peter en de cameraploeg. Hij benadrukt nogmaals dat hij werkt op basis van no cure, no pay. Wij werken met een niet goed geld teruggarantie. De wonderdokter heeft na de confrontatie met Peter ook ijlings zijn website aangepast, zo ontdekken wij. Plotseling staat er ook: indien men een jaar na de behandeling nog steeds ontevreden is over de behandeling, krijgt die persoon het volledig betaalde bedrag terug. Het is een tekst die voor onze confrontatie nergens op de site te vinden was. Nou, dat is aan het slot van onze reportage toch nog goed nieuws. Martijn P. die belooft dat iedereen bij wie zijn behandeling niet heeft geholpen zijn geld terug kan krijgen. Daar zullen een aantal patiënten pas echt van opknappen, denk ik. Goed, dit was het voor vanavond. Volgende week zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde zender. Zorg dat u klaar zit en... Juist. Hou je hoofd koel met alles wat je doet. Hou je hoofd koel, want dat doet je goed. Hou je hoofd koel, ook al heb je stress.